Dus dinsdag 13 december. En vandaag is het niet zover, want er gaan weer een hele hoop mensen naar Utrecht. Zo'n 200 man of zo. En er gaan een aantal met de bus, zoals hier achter mij. En ook met eigen vervoer. En we gaan nu maar even kijken wie er nog een leuk praatje wil hebben. Hallo, dat is vorig jaar. Hallo. Hoe is het? Goed. Waar heb je er zin in? Ja hoor. Wie wil je zien? Fingerboys. De vorige keer was het Jan Smit. Nee. Dat keer is het Fingerboys. Oké, okay, nou dat is wel leuk. Kijk, er zijn nog een paar wat. Ja! Dit is Marieke, als ik het goed heb. Heb je er zin in, Marieke? Ik heb er onwijs veel zin in. Mooi. Dan gaan we naar mevrouw Bina. Ja, goedemorgen. Heb je er zin in? Die zit allemaal met de Apeldoornse Vierdaagse ook. Ja, maar dit is ook leuk om te doen. En iets korter. En wie heb je te zien? Nou, ik reken toch op Jan Smit. En voor de rest, ik zou het niet weten. Ah, en dan hebben we Robert. Die was vorig jaar ook hier. Ja, klopt. En heb je er zin in? Ja. En wie hoop je te zien? Rick Simon, Jan Smit, Jim Bos. En weet je misschien wie het presenteert dit jaar? Nee, niet echt. André van Teun. Ja. Nee, ik denk... André van Duin gaat het vandaag presenteren. André van Duin? Ja. Ik weet er helemaal niks van. Dus, dan gaan we nu naar de volgende, want eentje ontkomt mij. Goedemorgen, Saskia. Goedemorgen. Weet jij nou wie er allemaal komen? Nou, ik heb geen idee. Dat is al... Ja, ze houden ons gewoon heel erg in spanning, hè, ieder jaar. Ik weet het ook niet. Nee, ja, dus anders zou ik het gelijk zeggen natuurlijk. En ga je dit nou jaar nou mee? Nee, ik ga niet mee. Ik kan niet mee, want de bussen zijn nu vol. Echt alle plekjes. Ergens bij een andere groep was er nog één kaartje over. Dus ja, meegekund. Het had meegekund, maar ja, weet je, ik moet ook op kantoor werken. Hè. Je hebt werkpaarden en je hebt luxe paarden. Maar dan geef je toch Bert wat extra werk. Ja, dat zou kunnen. Hè. En hoeveel mensen gaan er nou eigenlijk allemaal hier vanuit Noordwijk mee? Nou, in onze twee bussen gaan er 75 mensen mee. En er zijn een heleboel die gaan op eigen vervoer, dus met eigen auto of busjes. En ik denk dat er toch wel zo'n gauw nog zo'n 150 tot 200 zijn. Dus echt wel een hele... Het is weer een hele delegatie. Het is een hele delegatie van Cerelo Noordwijk, zeker. Ja. En ik voel hier iemand, ja, die wil altijd knuffelen. Wat is er? Kusje. Dan gaan we naar Ashwin, want die gaat het weer filmen. Hè? Ash, wat ga je doen allemaal? Ja, ik ga de opnames maken in Utrecht bij Maak de Droombaan. En wie hoop je te zien vandaag? Nou, Nick en Simon zullen vast wel komen. En Jan Smit. En Walter Trio natuurlijk, die komt elk jaar. Maar ik heb gehoord dat André van Duin gaat waarschijnlijk het hele spektakel presenteren. Okay. Wat vind je van mijn kerstmuts trouwens? Ja, die is leuk, hè? Die is echt leuk. Jawel, ik heb een kerstmuts. Dus, ja, ja. We gaan weer verder. Doeg, hè? Ja. Okay. Ja. Nou, Merlin, wie wil jij zien? Ja, Smit. Ja. Dat dacht ik al. Nick en Simon. André van Duin, die presenteert het. Wat goed. En ik vind alles leuk. Alles, nou, oké, dat is altijd leuk. Ja, en dan hebben we onze Patrick. Jawel, Patrick is hier. Jawel, Patrick. Zo, hoe is het? Het gaat goed. Je hebt zin in. Je hebt er zin in? Ja. Aha. En je hebt er zin in natuurlijk. Heb je een hoopje te zien vandaag? Ja, nee, een goede vraag is dat. Wie wil je zien? Ik wil Jan Smit wel zien, hoop ik. Nick Simon, lijkt me leuk. En nog veel anderen. En genoeg dus. Genoeg dus, ja. Nou, dan gaan we kijken of ik nog meer slachtoffers kan vinden. Tijd voor de eerste bus. Is die al vol? Als jij erin gaat zitten wel. Ja, maar ik rijd niet mee. Goedemorgen! Morgen! Zo, hebben we er allemaal zin in? Ja! Heb jij er zin in? Ja, heel erg. Dan gaan we naar de volgende. Kan je een beetje afstellen, alsjeblieft. Een beetje krap hier, hoor. Heb jij er zin in? Ja! Hallo! Wie hoop je te zien? Ja! Jan Smit natuurlijk. Ik ga voor Jan Smit en Nick en Simon natuurlijk. Nou, dat is altijd leuk. Even kijken hoor, wat hebben we nou? De Oegel.
Kijk, daar hebben we mevrouw Schouten. Hallo? Ja, dat zegt Brian altijd. Oké, hij heeft er zin in hoor. Ze is uitzwaaien. Ga je uitzwaaien? Hey Ruben. De uitzwaaiser. Daar gaan we even bij de man achteraan. Want daar hebben we ons pettertje op gehad. Ja, ja, nou, jij nog niet, dan slaan we expres even over. Wat? Ja, hier hebben we niemand, dus we gaan toch maar weer terug. We slaan we alsnog even over. Kom op. Nee hoor. Heb je er zin in? Zeker. En wie hoop je te zien? André van Daan als presentator. Ja, die komt sowieso. Nick en Simon, Jan Smit, Frans Bauer, noem maar op. Nou, dat is altijd wel leuk. Dan gaan we naar de volgende bus. Gaat wel een stunt zijn. Zo, daar hebben we Anna. Ja, Anna is er ook. En weet je wie ik nog meer allemaal bij me heb? Ik heb Gertje bij me. Ik heb Younes bij me. En Younes kijkt altijd naar het Bergjournaal. Pietje Vink, ja. Benny, Ineke en Mieke zit achterstevoren. Ja. En ben is er buiten. Wij gaan een heel groot feest beleven, denk ik, vandaag, toch? Ja, ik ga niet mee, hoor. Ga je niet mee? Je zou... uit. Oké, je zou het zo goed doen hier. Toch? Mm-hmm. Je bent al verkleed. Toch? De bananen. Ja, de bananen. En ja, ik heb wel... Dit is daar! Ik heb wel bananenschuimpjes bij me. Bananenschuimpjes? Ja, die heb ik wel bij me. Zullen ze proeven? Ja. We zijn bij Koen. Goedemorgen. Ga jij niet mee? Nee. Nou, heeft hij gelijk nee gezegd, ga eens af. Nog. Nee. Ga je echt niet mee? Nee, echt niet. Dat is jammer. Maar zou je het wel willen? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk. Feestje druk, jongens wel niks, feestje warm, zo'n flinke mooie druk, vind je een beetje warm. Nou, dat is dus, nee, we hebben ook dus thuisblijvers. Ja, dat heb je ook gelijk in. Ja. Ja. Nou. Ik wens jou een betere dag, een werkje, en tot de volgende keer, een afscheid nemen, voor zeggen ja. Nou, dan gaan we naar de volgende bus. Die zit hier om het hokje. Komt u maar. Oh, ja, we gaan naar binnen. De naam had ook nog gekend. Ja. Goedemorgen! Goedemorgen! Jullie zien het? Goed hoor! Goedemorgen! Even kijken, wie hebben we nog meer voor slachtoffers? Heb jij er zin in? Ik heb er onwijs veel zin in. Mooi, dan gaan we naar de volgende. Even kijken, het is een beetje krapje dat zijn. Hallo Erik, heb je er zin in? Lief geweest, ja, ik ga mee. Oh, gezellig. Hey Jos, weet de afspraak. Achterdeur sprak grap, heb jij er zin in? Ik heb er zin in, heel veel zin in. Dat is altijd mooi om te horen, dan gaan we nog verder naar achteren. Oh, hier hebben we een reetje, dus je bent er pas van toe volgens mij. Oh god, hammel op. En, heb jij er zin in? Ja hoor, ja. Nou, ze kunnen tenminste televisie kijken, want daar hebben we Home Alone op televisie. Goed zo! De ergste nachtmerrie van iedereen, vooral op de televisiezenders. Ja. En dan hebben we Nel. Hoi! Heb je er zin in? Ja, tuurlijk! Jij moet de bank om. Ga dan nu naar Anja. Die krijg jij een bank om. Ja, maar ik ga niet mee. Nou. Ik ga niet mee. Maar goed, maakt niet uit. We gaan naar Willemijn achter, want ik zie Petra. Petra zit hier. Het is gelijk een hele delegatie hier op de achterbank. Oh, ik kan hier wel even zitten. Heb je er zin in, Petra? Ja, zeker. En heb jij er zin in? Ja, ik heb er ooit zin in. Ja, daar zitten jullie met dikke reet, maar goed. Heb jij er zin in? Ja, heel veel zin. Ja, ik heb heel zin in. Ik heb Jan Smit ook kijken, Jan Smit. En dan gaan we over jou heen. En jij? Oh, we gaan het doen. Hij zit er weer goed uit. Mijn best vloog eraf. Hij zit er nou nog niet uit. Hè. Zoals je ziet maak ik vergissingen. Er waren dus drie bussen, maar één bus is van de zaak. Die gaat nu weg. Dat is die witte bus. Dat is de bus van de zaak. En daar is de tweede bus van hier. En dan gaan we nu even naar binnen. Dus loop maar even gezellig mee. Een aantal heb ik natuurlijk al gesproken, maar... We zijn er genoeg. Nou, dit is vooral een rosselbus. En wij gaan even naar achteren, want hier hebben we weer
binnen. Ja, daar is ze weer. En dan hadden we Esven de Graaf. Ja. Alsjeblieft. Hij zit ook meteen goed. Even kijken, daar hebben we Chantal. En ja, dit is nieuw. Dit is de dansvloer. Hier gaan we lekker dansen. En ga jij nog dansen vandaag, Chantal? Nee. Dan valt me nog vies tegen. Kan je wel dansen? Nee. Kan je toch gaan dansen? Ja. Dan kan je toch dansen? Ja. Ja, hoe weet ik dat allemaal? En nou ben ik alles kwijt. Ja, dit is het laatste bus en ik ga al zwingend ga ik die bus uit. En dat doen we daar. Nou, Esther die gaat vandaag filmen. Mijn bus ligt daar op de grond, maar dat maakt niet uit. Esther die gaat vandaag in Utrecht filmen. Mensen zien de volgende keer weer. En ik ga die rolstoelen even helpen. Toedeloo!